mag je wel of niet een statiegeldblikje uit de prullenbak vissen? Stadspartij Nijmegen wil hier meer duidelijkheid over. Stadspartij Nijmegen wil meer duidelijkheid over de regelgeving rondom statiegeldblikjes en flesjes. En dan vooral wanneer iemand wel of niet een boete krijgt als deze zo'n item uit een prullenbak vist. Dit gebeurt namelijk steeds vaker, maar zorgt ook voor meer zwerfafval door alles wat naast de prullenbak valt. Ja, wij krijgen signalen vanuit bewoners, die mailen ons vaak, gelukkig, dat ze gezien hadden dat er boetes werden uitgedeeld aan mensen die inderdaad blikjes en flesjes uit de vuilnisbak aan het halen waren. Dus daarom hebben wij vragen gesteld, want het verbaast ons heel erg. Ook op straat hebben mensen een mening over de boetes die zijn uitgedeeld. Poeh, dat vind ik eerlijk gezegd wel ver gaan. En ik vraag me ook af in hoeverre je zoiets kunt handhaven. Weet je, dan pik je er een keer één iemand uit. En die heeft dan gewoon pech. Maar als het puur beboete is om het feit dat wij vinden dat iemand zo'n blikje of flesje niet mee mag nemen, dan vind ik dat gek. Want er zijn mensen die gewoon geen geld hebben en het dan heel aantrekkelijk vinden om daar geld uit die vuilnisbak te halen. Ja, wel begrijpelijk natuurlijk, gezien de kosten die er aan... ik vind het wel begrijpelijk. Maar echt hygiënisch is het natuurlijk niet. We hebben eigenlijk dan twee richtingen uitgevraagd. Het is gek dat er geld eigenlijk natuurlijk gewoon in die vuilnisbak wordt gegooid. Dan is het logisch dat iemand dat eruit wil halen. Ja, dat is gewoon een nieuwe realiteit. Daar moeten we dus kennelijk mee leren omgaan. En we merken nu dat de gemeente daar eigenlijk geen beleid voor heeft ontwikkeld. En dat moeten we wel doen. Dat ze een alternatief of zo ervoor kunnen vinden, maar... Nee, een boete, nee. Nou, ik vind het heel asociaal als dat gebeurt, want er staat ook niet netjes voor in Nijmegen. Dat we en een opgeruimde stad hebben en dat we het mensen makkelijk maken die flesjes en die blikjes graag willen hebben. Je hebt het inmiddels vast al wel gehoord. Studenten in Nederland gaan minder op kamers. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting. Veel studenten zijn bang om zich in de schulden te steken en ze gaan ervan uit dat er waarschijnlijk toch al geen kamer te vinden is. In Nijmegen zijn deze dagen veel eerstejaars op zoek naar huisvesting. De trein vanochtend in Nijmegen. Propvol studenten. Ze wonen niet in de stad waar ze studeren. En ze zijn niet de enige. Want bijvoorbeeld in Wageningen speelt hetzelfde probleem. In alle studentensteden is het vinden van een kamer lastig. Er wordt één keer per week geloot. Je kunt op één kamer reageren. En dan uit superveel mensen wordt je geloot. Bijvoorbeeld afgelopen week. Ik was de eerste die reageerde, want ik wilde er natuurlijk wel vroeg bij zijn. 8 jaar geleden woonde iets meer dan de helft van de Nederlandse studenten op kamers. Nu is dat 44%. Een groeiend probleem dus, weet ook de rector van de Radboud Universiteit. Dat is iets wat aan het begin van mijn rectoraat nog niet zo speelde, maar enorm is toegenomen. Gelukkig worden nu ook allerlei acties gedaan. 2 studenten op 1 kamer, tijdelijke woonruimte. Alle maatregelen ten spijt, een kamer vinden is en blijft lastig. Ik ben uiteindelijk nummer 66 van 178 mensen ben ik geëindigd. Dus dan zie je ook weer hoeveel mensen nog steeds op zoek zijn. Er wonen wel meer studenten in de studentensteden dan 8 jaar geleden. Maar dat komt omdat er meer internationale studenten zijn. Nederlandse studenten gaan minder op kamers. Het is een gevolg van de invoering van het leenstelsel en het kamertekort. Donderdagmiddag is een recreant overleden bij de Rijkerwoerdse Plassen in Elst. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd en de politie doet hiernaar onderzoek. Volgens een videocorrespondent ter plaatse maakte de zwemmer vermoedelijk deel uit van een groep asielzoekers. Een aantal was namelijk zeer aangeslagen nadat bleek dat de persoon was overleden. De politie kon dit nog niet bevestigen. Nijmeegse politica Lisa Westerveld staat tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen op nummer 5 van de kandidatenlijst van GroenLinks en PvdA. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Opvallend is dat Jesse Klaver op nummer 3 is gezet. PvdA-leider Atje Kuiken kondigde eerder al aan de Tweede Kamer te gaan verlaten. Voor Westerveld is de nieuwe lijst een mooie uitgangspositie. Tijdens de verkiezingen van 2021 stond ze nog op nummer 10. Het gratis festival Appelpop dat vandaag en morgen plaatsvindt op de Waalkade in Tiel neemt extra maatregelen in verband met de hitte. Op het terrein zullen extra schaduwplekken worden gecreëerd en in de tenten worden blazers geplaatst die zullen zorgen voor een verkoelend windje.
Bij 25 graden of meer worden er ook gratis watertappunten op het terrein geplaatst. Appelpop is het enige gratis festival van Nederland. En deze editie zullen onder meer optreden Bluff, Maan, Cressup en Raccoon. Maandag is in RN7 Regio Nieuws een verslag te zien van dit festival. Zaterdagavond gaat de Nijmeegse popronde weer van start. De komende weken zal dit reizende muziekevenement weer veel Nederlandse steden aandoen. Maar de eerste stad is altijd Nijmegen. In de Stevenskerk vindt om 7 uur de aftrap plaats met een speciale gastzangeres Mo en ook Tweede Kamerlid Lisa Westerveld is aanwezig. De rest van de avond zal er op tientallen locaties in de stad optredens zijn van beginnende artiesten. Ja, een van 's werelds meest iconische robots verscheen deze week in de Lindenberg. Robothond Spot. Hoewel hij niet kan blaffen, is hij een technologisch wonder dat oneindig veel handelingen kan verrichten. Naast het verbazen van de bezoekers was hij ook in Nijmegen om ze wat te leren. Een vierpotige robot waarvan je misschien zou denken dat hij op een hond lijkt. Naast dat hij kan trap lopen, koffie halen en zelfs de deur voor je opent, kan hij ook helpen bij drugsopsporing en het meten van radioactieve straling. Robothond Spot is een robothond die ontwikkeld is door een Amerikaans bedrijf genaamd Boston Dynamics. De eerste doeleinde was om te kijken of Robothond Spot militaire tassen kan dragen in moeilijk te bereiken gebieden. En je ziet, hij loopt op vier poten, hij beweegt vrij flexibel, hij heeft... Fysiek heeft hij kenmerken van een hond en dat is wat we erop plakken. Ik ben vanuit een theatergezelschap hier, dit is Jess Delft. En wat we onderzoeken is eigenlijk, wat is de kracht van deze robothond of Spot de robot in het theater? Deze samenwerking tussen techniek en theater zorgt voor een programma waarbij mensen ervaren hoe ze nu eigenlijk reageren op een robot. En dat is belangrijk. Omdat mensen toch wel gewend moeten raken aan robots, het is toch een raar... Ding om naar te kijken. Robots worden eigenlijk steeds meer onderdeel van onze maatschappij en van onze samenleving. Je hoort heel veel op tv dat het in zorg wordt ingezet op verschillende plekken. En zo vormen wij als mensen ook een beeld bij robots. Waarom het belangrijk is om in contact te zijn met robots, is dat er een realistisch beeld ontstaat. Want wat is een robot nu echt? Dus het is heel erg ook de vraag van hoe zie je iets, hoe kijk je ergens naar en hoe beïnvloedt dat dan ook de functie van de robot? En dan kun je op die manier toch mensen gewend laten raken aan een robothond als Spot. Niet elke bezoeker heeft de neiging Spot een ei over zijn bol te geven. Zodra Spot de ruimte inkomt, is het best wel indrukwekkend. Omdat hij heel sterk en krachtig en flexibel beweegt, lijkt hij eigenlijk op ons of op dieren. En dat is bedreigend op een bepaalde manier. Bij een mens kijk je iemand in de ogen en kun je een vertrouwen opbouwen. Bij de robot weet je eigenlijk niet wie beweegt hem, wie zit daarachter, wat beweegt de robot. Dus er zijn heel veel vragen over waar we het antwoord niet op hebben. Wij mensen zijn soms bang dat robots de wereld overnemen. En dat zegt eigenlijk dat we niet allemaal goed genoeg weten wat er achter een robot zit en hoe die dan in te zetten is. Dus daarom vinden we het ook belangrijk om zoveel mogelijk mensen nu al in contact te laten komen met robots, zodat die ontwikkeling niet alleen maar in een lab of in een theater plaatsvindt, maar ook hier in de maatschappij. Ja, dan het weer. We kunnen het weerbericht eigenlijk van gisteren gewoon kopiëren. Na vandaag er zit maar weinig verandering in de lucht. En morgen wordt het dan eigenlijk ook weer opnieuw zo'nzelfde dag met 30 graden in de regio. Daarbij staat er ook maar weinig wind, dus veel verkoeling zal er nog niet zijn. Ook zondag blijft het nog tropisch en zonnig. Maandag blijven die temperaturen vrijwel gelijk, maar zal er langzamerhand wel wat meer bewolking gaan ontstaan. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat regen en neemt de temperatuur bijna 10 graden af. Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 8 september. Volg ons ook eventjes op Facebook, X en Instagram via RN7 online. En houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws, rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Een heel fijn weekend. Tot dan.